Big pleasure, big pleasure, great honor. The sensation is really fantastic. Papendal is an amazing place where you can smell sport from the beginning till the end of the day, from the breakfast till the dinner and also later. Ja, hij was mijn coach mijn eerste 2 jaar in Italië en het is... Ja, ik had eigenlijk heel snel een goede klik met hem. Maar wat ik over hem wil zeggen is dat hij is echt eigenlijk een soort van bezeten van het volleybal. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik... het maakt eigenlijk niet uit welk uur van de dag je de sporthal inkwam. Of het 8 uur 's ochtends was of 8 uur 's avonds. De hele dag zat hij daar en alleen maar bezig met volleybalwedstrijden kijken, training voorbereiden. En het is... je ziet echt dat hij leeft echt voor het volleybal. From me you can expect passion, you can expect 100% every day, you can expect motivation for the player. And of course my dream, you can expect this one. It's my dream from when I was 16 years old and then I want to follow that dream. And dream is Olympic qualification. Hij weet veel van het spel, hij weet op technisch vlak, op tactisch vlak. Dus het is, hij legt veel uit, individueel, maar ook in de groep. Maar hij is ook zoals tijdens de wedstrijd, is hij tijdens de training ook heel fanatiek. What we have to do? 3 things. Work, work and work one more time. Het is zijn passie, zijn leven. Dus hij gooit er alles in en hij doet alles op 100%. Exactly like in the game. And I would like to teach to my player that that one is the way. If you are living the practice like in the game, the pressure that you feel during the game will be the same pressure that you will feel during the practices. We zijn topsporters en we gaan voor het maximale. Dus dan kan het niet elke dag heel lief zijn en iedereen maar een eye over de bal krijgen. Nee, soms moet het ook op een, moet heel duidelijk worden gemaakt dat er iets niet goed gaat.